We zijn vandaag in Agadez. Daar hebben we een centrum voor migranten bezocht. Daar kunnen migranten zich melden voor vrijwillige terugkeer naar hun thuisland. En komen ook de migranten aan in Niger die uit Algerije zijn uitgezet. En die worden daar opgevangen. En dat is werk wat ook door Nederland wordt gesteund. We zijn hier omdat Niger heel erg belangrijk is. Niet alleen voor de Europese Unie, maar zeker ook voor Nederland. En dat komt omdat heel veel mensen die vanuit Afrika naar Europa reizen, doen dat via Niger. En hier zijn ook veel mensensmokkelaars en mensenhandelaren actief. De regering strijdt daartegen en wij ondersteunen die regering daarbij. Daar hebben we ook gesprekken over. En we zijn hier ook om te kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. This is a transit center. So basically this center is providing protection, providing support in psychosocial support, providing food, providing shelters and helping them to finding their way back to their countries of origin where they were receiving from IOM also support in terms of reintegration assistance. We zijn hier natuurlijk ook om in Niger de stabiliteit te bevorderen. Dat is lang niet heel gemakkelijk, maar daar zetten we ons als Nederland ook voor in. Thank you.